Jurk 2 met een knoop in het bovenstuk van het voorpand. Als eerste, als je de basispatroon tekent, ga je bij de rughoogte 2 cm toegift aantekenen. Rugbreedte 1 cm. Adia 1 cm en borstbreedte ook 1 cm. Dat is het toegift. Dan heb je een achterpandje basis en een voorpandje basis. Dan ga je eerst goed jouw werktekening bestuderen en dan gaan we modelleren. We gaan als eerste de hals uitdiepen. Dus midden voor 6 cm. En bij de hals naar de schouder toe 2 cm. En dan ga je dit mooi een lijntje van maken, de halslijn. Kijk goed naar het voorbeeld hoe dat je die lijn moet trekken. Midden achter 1 cm uitdiepen en bij de schouder 2 cm. Ook dit stukje, klein stukje haaks, hier zo. En dan netjes zo naar de schouder verbinden. Als je op de werktekening kijkt, komt er een bandje in de taille. Dus als eerste wat ik ga doen, dit is de taillelijn. Dan ga ik naar dit knipje toe. Waarom? Hij wordt van elkaar afgehaald. Het bovenstuk en het rokgedeelte. Dus dan ga ik eerst even vanuit dit punt tot de taille een lijntje trekken. En dat doe ik achter ook. Want als ik van elkaar af ga halen, dan ga ik dit stuk als bovenstuk gebruiken. En dit stuk zo, dat is dan mijn rokgedeelte met dit stukje eraan. Dus van bovenkant gaat je eraf en bij de rok komt je erbij. Dan is de vorm mooier. Dus mooier als dat je een rechte lijn hebt. Dan heb je een bandje in de taille, dus dan ga je 2 cm naar boven toe tekenen. Doe je voor en dan doe je achter. 2 cm een lijn maken. Want dit wordt de lijn, dit zo en dit van jouw bovenstuk. En deze lijn wordt de lijn van de onderstuk. Je gaat de rugseizoen, die gaan we zo meteen dichtleggen. Vanaf de uitgediepte pak je ongeveer 2,5 cm naar het puntje van de rugseizoen. Schaartje inzetten, want dit gaat zo meteen dicht. En dan valt hij hier zo hierachter open. De seizoen die kun je alvast tekenen. Pak het midden van de seizoen. En ga een nieuwe seizoen intekenen. Hier staat hij al, hier moet je even nieuw intekenen. Deze lijn trek je zo meteen even door, maar daar komen we zo meteen op terug. Dus wat ga je dan doen? Dit stukje overnemen. Wat ik nu al overgenomen heb, dat ga je overnemen tot die bovenste lijn. Hè? Want dat hadden we gezegd. Hè? Zorg dat je dit stukje, dit knipje hier, ook overneemt. Want het is belangrijk, zo meteen met het dicht gaan leggen, dat je deze punten op elkaar blijft houden. Als je dit dicht legt, moet die puntjes op elkaar. En daarboven moeten die punten ook op elkaar. Mouwen zet voor ook overnemen. En ik heb even die bovenwijte lijn gestippeld, maar dat hoeft niet per se. Dus dit ga je overnemen. En dan ga je de volgende bladzijde heb ik dan. Heb ik hem dichtgeplakt. Zorg dat die knipjes op elkaar zitten. Is lekker makkelijk, anders dan zit je te hoog of te laag. Ik heb, dit heb ik naar beneden doorgetrokken. Dus dan neem je dit stuk over. Deze kant van de rokgedeelte. Oh, de knipje moet dicht. Of daar aansluiten. Dit moet, deze lijn trek je. En waarom heb ik dit overgenomen? Want ik wil de seizoen dicht gaan leggen. Dus knipje op elkaar hier. En dan kun je hem dicht plakken. Dus deze plak je dicht. Deze heb ik een nieuwe punt moeten maken. Want het is deze, dit stuk. Dus deze rechterlijn die gebruik je. En ook dit ga je dicht leggen. De seizoen voor ga je ook dichtleggen. Let goed hier op het knipje die tegen elkaar aan zit. En dan heb je hier ook, plak je dit ook vast. Dit zo, hier zo. We gaan hier zo meteen een knoop intekenen in het voorpand. Dus dan gaan we hier zo, pak ik 4 cm vanaf dit punt tot dit punt. 4 cm pakken en dan zet ik een streepje bij de 2. En dan doe ik even een rondje maken. Maak ik gewoon even een rondje. Vind ik wel even fijn. Hier kan nog
Een kruis erheen, want die gebruiken we niet, want er wordt straks komen er esjes in te staan voor het rimpelen. Deze, die kunnen weg. Dit wordt straks, kijk, dit is nu de onderkant van het bovenstukje. Dit, deze, hè? Deze lijn, onderkant van het bovenstukje. Er komen ook esjes in straks, want er wordt ook gerimpeld. Dus hier maak je eventjes 4 centimeter midden 2. Dus dit is nog steeds het modelleren. Dan gaan we de volgende bladzijde pakken. Ik begin met het voorpand. Het voorpandje, hier had ik dat rondje neergezet. Hier zo. Dan deze lijn, die hebben we al staan. Dan ga ik als eerste hierboven beginnen. Vanaf dit punt van de schouder tot hier is 2 centimeter, zet je een knipje neer. Vanaf dit punt, zij naar het armsgat, dit punt, ook 2 centimeter. En die lijn kun je alvast verbinden. Daar naartoe en deze gaat daar naartoe. In het midden heb ik, nu ga je in het midden deze lijn neerzetten, dat wordt een naad. Deze, dus die heb ik blauw gemaakt. Dat wordt een naad, dat is precies in het midden. Dus als je zegt, ja, waar moet ik deze lijn naartoe zetten? Dus dit is het midden en dan komt er hier nog 1, 2, 3 lijnen tussenin. En hier komen nog 2 lijnen tussenin. Hier nog 1, 2, 3 lijnen. Dus dan verdeel je eventjes. Ik ga het gewoon verdelen. Als hier midden maar een naad zit, precies het midden. Dan heb ik gewoon haaksok op de midden voorgelegd. Dat is het makkelijkste. Dus deze hebben we, die hebben we. Dan gaan we dit zo, dit gedeelte, vanaf dit tot dit. Die gaan we dan, of van de, sorry, vanaf de mouwenzetpunt voor, deze lijn, dit tot 2 delen. En dan krijg je de middelste lijn. Dus dit is 2, dan pak je de mouwenzetpunt voor daar naartoe. Dit tot 2 delen heb je deze middelste lijn. Dit zo, vanaf hier. Dan ga je in 3 stukken delen. 1, 2, 3 stukken delen. En dan kun jij daar die lijn ook naartoe trekken. De rondje hadden we. En dan maak je dit zo. Ga je gewoon doortekenen, doortrekken. En dan had je hier een rondje. Dan ga ik deze lijn eventjes zo tekenen dat je hier aansluit op de midden voor. Schaartjes inzetten. Midden voorbij zetten. Dus dit is jouw pandje, dit zo. Dit is jouw pand, dit. Bovenstukje, voorpand. De rokgedeelte van deze rok, deze jurk. Hier ga je, dit is dan de onderste, die hoort, de taillelijn hoort bij de rokgedeelte. Was deze lijn, hè? Dit. Dit is je rokgedeelte. Deze trek je gewoon naar beneden. Dus je hebt dit stuk is recht. Je trekt hem gewoon naar beneden toe. Ja. De rokgedeelte wordt vanaf de taille wordt je 105 lang. 105 centimeter. Hieronder ga je hem dan ook haaks tekenen. Haaks maken. Dus je kunt dan opmeten hoeveel dat je eronder onderbij komt. Deze achterrok ook doortrekken. En die voorrok vanaf de zijkant, zijnaad, recht naar beneden trekken. Dit eerste stukje hou je recht. En dan ga je hier haaks tekenen. Je legt jouw geo haaks op jouw zijnaad. Eerst stukje haaks. En dan ga je hem zo erbij tekenen. Mooie vloeiende lijn. Hier heb ik wel onderkant zoom 2 centimeter naar boven getekend. En dan die haakse lijn. Achter ook, 2 centimeter naar boven, dan die haakse lijn getekend. Want als ik dit zo niet doe, die haakse lijn, en ik hou dit stukje aan, dan krijg je aan de zijkant punten. Dit ook, dan krijg je echt punten aan de zijkant. Dus de rok is verlengd. Voor komt er 3 centimeter aan. En dan zet je hier bij de voorste stuk stofvouw. Want dit wordt een plooi. Dit komt tegen de stofvouw te liggen, deze lijn. En dan wordt het midden van de plooi. Dit is de midden voor. Die trek ik even door met de stippenlijn. Want ik vind het wel fijn dat ik weet wat is mijn midden voor. Even kijken. Midden achter komt weer een blinde rits van 60 centimeter. Midden achternaad heb ik erbij gezet. Midden achter blinde rits 60 centimeter. Knipjes aangeven. Mouwzetpunt voor, mouwzetpunt achter. De hals hadden we al uitgediept. Deze Suzon, die rug Suzon, die werd dichtgelegd. En dan komt er een nieuwe, wordt een nieuwe ingestikt van 8 tot 9 centimeter. Dat is gewoon standaard 8-9 centimeter instikken.
Even kijken, dit vervalt, komen plooitjes. Dan gaan we eventjes naar de mouw toe. Want de mouw hoort ook nog bij fase 1. Dus ook nog het modelleren. De mouw. Dit is gewoon de japonmouw. Dit wil ik eruit hebben. Dus wat ga ik dan doen? Ik maak dit recht. Ik heb dit recht gemaakt. Dit recht gemaakt. Ik heb wel even opgemeten. Want dit is, deze was korter als deze. Ik wil wel even lang hebben. Vandaar dat deze streepjes erop staan. Dat betekent dat je even lang moet zijn. En dan heb ik hem eronder gewoon recht gemaakt. De schouderpunt. Als er die niet in zit, schouderpunt, dan doe je hem... even kijken, bij deze zat je er wel in. Maar niet, zie je, die zit er wel in, de schouderpunt. Dus ik heb hem haaks op mijn ellebooglijn neergezet. Zo naar mijn schouderpunt. En daar is dan mijn recht van draad, deze lijn. Want als die dus er niet in staat, altijd haaks op je ellebooglijn zetten. Onder is die 28 centimeter, heb ik al opgemeten. Mouwzetpunt voor, mouwzetpunt achter. Je ziet dat de model dat die een beetje een pofmouwtje heeft. Maar ook zitten er plooitjes in. Hele kleine plooitjes. Maar ook een kleine pof. Dus ik heb 4 centimeter naar boven getekend. Dit is mijn schouderpunt. 4 omhoog, zet je een nieuw lijntje. 4 centimeter. Dan heb ik hem doorgetrokken. Dit is mijn schouderpunt. Je zorgt dat dit samen 2,5 is. Dan zet je een plooitje van 1,5, 1,5. Dus 1, 2, 3, 4 van 1,5. En daarboven eentje van 2,5. En dan zet je een pijltje bij welke richting die ingaan. Even kijken, de tussenin heb ik 2 centimeter gepakt. 1,5, sorry. 1,5 ook, 1,5 centimeter gepakt. En dan zorg je dat dit een mooie vloeiende lijn van mouwzetpunt achter tot mouwzetpunt voor heeft. Mooie vloeiende lijn. Kruisje doorzetten, want die vervalt. Want hier komen ook plooitjes in. Dus van die 28 centimeter heb ik gekeken 5 centimeter voor plooitjes. Want ik wil hebben dat mijn mouwbandje dat die 23 centimeter wordt. Dus dan hou ik 5 centimeter over en die 5 ga ik verdelen. Dus ik heb hier... 5 gedeeld door 3 gedaan. Dus dan heb je hier die plooitjes, pijltjes bijzetten. En dan kun jij weten welke richting de plooitjes op komen. En dan heb ik hier nog een bandje. Want onder de mouw komt ook nog een bandje. Het bandje is gewoon 23 centimeter bij 2 centimeter. Is die klaar? Ja. Recht van draad erin. En dit is de mouw. Dan hebben we deze. Dan gaan we hem uitwerken. Dus ik neem mijn voorste stukje, mijn bovenstukje, die neem ik over. Dat heb ik hier dus gedaan. De buitenkant overgenomen. En ik heb mijn knipje aangegeven. Die naad heb ik aangegeven. En dan die lijnen. 1, 2, 3 boven de naad. 1, 2, 3 onder de naad. Die heb ik aangegeven. Dan ga ik mijn bovenstukje openleggen. Dus deze kunnen weg. Ga ik hem openleggen. Dat heb ik als eerste dit zo gepakt. Dus dit is de tot de naad. Dit is de dit is de naad hier zo. Ja, dus zo moet je het eigenlijk zien. Dit is de naad. Dit is opengelegd. Dus het onderstukje die kan ik alvast opplakken. Zorg dat die midden voor dat die recht van draad ligt. Evenwijdig aan de zijkant van jouw blad ligt die mooi recht. En dan heb ik tot de naad heb ik hem overgenomen. Dit is jouw armschatje. Bijzetten dat dit het B-punt is. Die had ik ook op het eerste blad zetten, B-punt. En dan ga ik een 4,5, 4,5 en 4,5 openleggen. Dus die lijntjes, deze, het onderstuk heb ik overgenomen. Tot deze naad is die overgenomen. De bovenste stuk nog niet, die komt hier zo meteen aan. En dan ga ik hem openleggen. Dus dit zo. Dit blijft aan elkaar aan de rechterkant. Deze opengelegd. 4,5, 4,5, 4,5. Heb de puntjes, de B-punt en hier de A-punt, die heb ik een rechte lijn gemaakt. Dus dit is 1. Dit is de tweede. Dus deze heb ik al gedaan. Een rechte lijn.
En nou heb ik de andere stuk, dus de bovenste stuk vanaf de naad, die heb ik hier zo. Kijk, dit is de schouder. Dan leg ik hem hier zo, dit gaat open. Die leg ik daar tegenaan. Dus dit is het bovenstukje, die leg ik hier tegenaan. Dus je begint hier weer bij het B-stuk, bij dit punt hiervoor. Dus dit. En ook weer 4,5, 4,5 allemaal tussen gelegd. Dit is de schouder. Armschat. Hier het armschat loopt hij door. Dus die C-punt komt straks op die C-punt. Dan wordt jouw naad. Die wordt teruggeklapt. En dan neem ik dit nog een keer over. En dan uiteindelijk is dit mijn pand. En dan heb ik van alles bijgezet. Midden voor naad. Hier de knipje aangeven en daar de knipjes. Want die naad die wordt dichtgestikt. Dus dit punt komt daar tegenaan. Dat wordt dichtgestikt. Dus hier is een opening. Dus deze gaat daar, dan stikken ze dicht. Armschat komt dan armschat, dus die loopt dan straks door het armschat. Dit worden rimpeltjes. Dit is de schouder. Dus dit is in 3 stappen uitgewerkt. 1, 2 en 3. Dan moet je eerst dus deze overnemen, doorknip, onderstuk verwerken, bovenstuk verwerken. Dit is het bovenstuk. Zet er goed DA, D bij, hier E, zet er goed allemaal bij. Dit is vanaf die naad dus ook 2,5 centimeter. Hier heb ik hals bij gezet. Alles goed bijzet, anders snap je straks niet meer hoe het je in elkaar zit.